In citrus. Ik weet niet of het, dat we de woorden service pas gaan zien, maar dat vind ik ook... Ja, ja, ik was even de mensen tijd aan het geven om in te vullen. Dus ik kan ze alles terugdelen, eens kijken wat er ondertussen bijgekomen is. En dus, zelf ook even mijn woorden intikken, hè. Ja. Ze hebben hier al een heel groot Geneverbest staan, dus dat hebben al een aantal mensen ingevuld. Ja. En dan al die verschillende citrussen, die komen er zeker door. Dan komt er nog eentje bij. Het is wel tof om het zo te zien ontstaan, hè. Ik vind zelf in de neus vooral jeneverbes en citrus aanwezig. Ja. Een beetje korianderzaad ook. Ja. Gember vind ik ook een toffe. Ik weet niet wie dat heeft ingevuld, maar... ja. Dat volg ik ook wel. De smaak, terug de citrus, maar ook de gember komt er heel hard uit, vind ik. Mm-hmm. En vanille ook een beetje. En dat is een beetje... Dat is een redelijk klassiek smaakprofiel van de Nederlandse gin. Dat zijn smaken dat je in heel veel Nederlandse gins zult zien terugkomen. Ja. Hoe komt dat? Is daar een verklaring voor, Yannick? Ik vermoed dat dat iets te maken heeft met de jonge jenever. Mm-hmm. Daar redelijk wat bij aansluit. Ah ja, oké. Okay. Het is heel opvallend al zien dat heel veel Nederlandse gins... Naar dat smaakprofiel gaan. Ook wat meer volume eigenlijk, als je gin hebt. Wat iets wat... Mm-hmm. Wat steviger. Wat spoeler. Heel klein prikkeltje in de nasmaak ook. Ja. Die van de gemrock zijn. Maar wel een heel toegankelijk in gin. Hè. Absoluut. Nu, als we gin proeven, ja, dat is anders dan bij een whisky tasting of zo. Je hebt altijd een beetje verbeelding nodig hè, met een gin tasting. Want gin is niet iets wat je puur gaat drinken. Hè. Dat doen we bijna nooit. Dus je moet altijd een beetje proberen in te beelden van wat zouden we er nog mee kunnen doen. Gin tonic is natuurlijk heel voor de hand liggend. En heel lekker met bier. Maar ik heb zelf ook een cocktailtje dat je... bij passen. En dat is de Gin Mule. Een mule, de meeste mensen zullen de Moscow Mule wel kennen. Een mule, dat is eigenlijk een familie van cocktails. En wat er kenmerkend aan is, aan die familie, is dat je je spirit hebt, limoensap, een beetje suiker en gemberbier. Vooral dat gemberbier is echt kenmerkend voor die mules. En dat wordt heel vaak geserveerd in zo'n typische mule mug. Dus deze is een variant daarop, de Gin Mule. De eerste gin staat uiteraard gewoon voor gin. En de tweede gin komt van de ginger, dat er ook in zit. De receptjes kunnen we zeker namailen, maar ik zal er even rap doorgaan ook. Dus dat is 50 ml gin, 15 ml limoensap, 15 ml suikerwater ook, een half flesje gemberbier en een handjevol munt. En hoe je die klaarmaakt, is je neemt de kleine helft van een shaker. Je doet de munt daarin. En de gin, limoensap en suikerwater mogen er ook meteen in. En dan zakjes muddelen. Met zo'n muddler. Maar het is niet de bedoeling dat je daar echt een soort van pesto van gaat maken. Je moet gewoon je munt een beetje wakker maken. Niet te hard in krassen. Je kunt dat ook zelf... thuis gewoon met een paar bladjes munt testen. Als je dat gewoon tussen je handen doet en je klapt daar eens op, dat gaat heel veel aroma's vrijgeven. Maar als je die echt kapot gaat maken, dan gaat er een soort van bittere smaak ontstaan. En dat is niet wat we hier willen. Dus gewoon even een munt een beetje wakker muddelen, maar niet helemaal kapot maken. De kleine workshop, hoe maak je munt wakker? Dat is, ja. Ja. Inderdaad, ja. Right. Ik zie dat Glenn al punten aan het geven is in de chat. Straks helemaal op het einde mogen jullie effectief, zoals het Eurovisie Songfestival, voor alle gins punten geven. Hè. Dus dan gaan we op die manier de favoriet verkiezen. Dus helemaal op het einde. Nog even geduld, Glenn. Maar je mocht al uw punten geven, uiteraard. En nadat je klaar bent met dat muddelen, vult je je grote helft van de shaker met ijsblokjes. Je kapt alles van de kleine shaker erin en je shakt goed.
En dan dubbels trainen. Dat wil zeggen dat je twee keer moet zeven. Eén keer met een gewone cocktailzeef. En dan nog met zo'n fijn keukenzeefje gewoon eigenlijk. Dat zorgt ervoor dat je al die kleine stukjes munt dat anders tussen je tanden zou blijven plakken, dat die niet mee in het glas gaan. Dat je een heel schoon glasje als resultaat krijgt. En daarna dus afwerken met een beetje gemberbier, dan moet je nooit mee shaken, want dat is bruisend en dat gaat je shaker doen ontploffen dat erin zit. Dus dat voeg je pas op het einde toe en dan garneer je met een takje munt. Het is echt een super lekkere cocktail, maar het ziet er heel indrukwekkend uit met die verschillende technieken, dus je gaat er zeker mee scoren als je dat voor gasten klaarmaakt. Maar het is super eenvoudig eigenlijk en ook alle ingrediënten kun je gemakkelijk in de supermarkt vinden, dus zeker een aanrader. Ja, ja. Cocktail. Beetje show bij de cocktail is altijd belangrijk. Ja, absoluut, zeker en vast. De recepten kunnen we per mail nasturen, Jeroen? Ja, ja, als je die recepten aan mij bezorgt, Jannik, dan zal ik die zeker aan alle deelnemers nadien bezorgen. Ja, dus, top. Dan ga ik dat zeker doen. Voilà. Glenn vraagt nog of dat het ontploffen van de shaker uit eigen ervaring is, of dat je dat... Gelukkig nog nooit meegemaakt. Ik vind dat je deze moet proberen en moet filmen ook. Ik ben heel benieuwd. Maar niet vandaag. Niet vandaag, nee. Ja, ik kan mij ook wel inbeelden dat door die gember dat ook een beetje in de gin zelf zit, dat wel goed werkt met die gingerbeer. Ja, ja, klopt. Ik krijg vaak de vraag hoe dat je nu een cocktail moet opbouwen of hoe dat je een food pairing met spirits opbouwt. En er zijn eigenlijk twee kampen in. De ene zegt dat je heel contrasterend moet werken. De andere zegt dat je elementen die je herkent in je spirits er moet gaan uithalen en vergroten. Ik vind eigenlijk dat beide gelijk hebben, maar in een bepaalde manier. Contrasteren. Hoe ik het zelf aanpak, is contrasteren in het smaakprofiel. Dus bijvoorbeeld als je een heel zoete spirit hebt, dan zou ik dat combineren met een heel frisse... met andere frisse zaken of met bittere zaken, maar niet zoet op zoet op zoet opbouwen. Mm. Want dan heb je niets anders dan zoet. Maar van ingrediënten bouw ik wel voort op de dingen dat je proeft in je spirit. Dus bijvoorbeeld ook bij deze. Ik herkende daar een beetje gember in. En dan ben ik gaan nadenken, wat is een leuke gincocktail met gember? Dus zo ga ik te werk binnen pairing van cocktails of food pairing bij spirits. Dus een beetje zoals koken eigenlijk. Hè? Je gaat ook niet zes verschillende vetdingen bij elkaar doen om een saus te maken. Hè? Je gaat ook beetje zuur erbij toevoegen om daar wat door te snijden. Ja, ja, die contrasten heb je wel nodig in het smaakprofiel. Ja. Ik hoorde dat jij over het laatst ook nog een leuke bierpairing had met deze... Ja, dat was heel toevallig. Dus bij de allereerste sessie die we gedaan hebben voor de bartenders, met Matthias Soberon en Bram Raas, ik was die flesjes aan het vullen voor de deelnemers. En ik was aan het vullen thuis. En ik had dorst en ik ging in mijn ijskast kijken. En ik vond daar... ik ben nu even de naam kwijt, maar het is een Nederlands niet-alcoholisch bier. De Lowlander was het. De Lowlander, voilà. Waar exact dezelfde duikboot op staat. Het toeval was sterker dan... het toeval is altijd sterker dan wat je zelf kan bedenken. Dus ik dacht, oké, als ik dat nu eens bij elkaar combineer... Als ik nu eens gewoon in plaats van een gin en tonic, een gin en alcoholvrij bier doe. En dat werkte eigenlijk supergoed. Omdat dat ook een bier is dat heel erg op citrus gemaakt is, met citruszest en dat soort dingen. En dat was eigenlijk heel plezant. En het klopte ook dat het dan een duikboot was en dan de combinatie van sterke drank en bier. Dus ik was bijzonder trots op mezelf op dat moment. Ik denk dat dit gin in het algemeen, de meeste gins, zeker een London Dry Style... bij een type hoegaarden, dus een tarwebier eigenlijk, ook wel heel goed moet gaan. Omdat er ook sinaasappel, koriander en zo in. Dus ik denk dat dat ook wel... Maar het is niet voor niks, hè. Dat zijn die klassieke duikbootjes. Hè. Met het glaasje laten vallen in je bier. Dat is ook meestal met wit bier en een geneverke. Dus dat past wel op een of andere manier. Ja. Dus dank u wel om dat nog even door te geven aan iedereen, Jannik. Dat ik een eigen cocktail bedacht heb. Ik heb die toen ook de Double Dribble genoemd. Mooi. Goed, hè. Ik heb ondertussen gezien, de smaaknotities zijn een beetje gestopt ondertussen, dus ik denk dat iedereen er wel mee rond is.
Een heel toffe gin om mee te starten, denk ik. We hebben er natuurlijk acht te gaan, dus ik denk dat we meteen zullen overgaan naar de volgende, als jullie dat goed vinden, Yannick en Dirk. En dat is de Garden Shed. Die ga ik ook even in beeld brengen voor jullie. Daar is hem. Je gaat ook af en toe zien dat ik niet alleen de fles die we aan het proeven zijn in beeld breng, maar dat er ook nog een andere fles bij staat. Dat wil zeggen dat dat een andere fles is uit het gamma, waar dan ook altijd iets over zal verteld worden. Dus in dit geval zie je daar een tweede fles bij staan. Maar ik ga ook de proefnotities in de Mentimeter weer terugstarten. Je gaat dat zien in op je smartphone of het tweede toestel, dat dat gaat veranderen. En dan kan je voor deze gin ook dingen beginnen. Dus, Dirk, de yes. Garden Shed. Yes. Zeg eens. Hier zijn we, zoals je misschien al op de fles hebt kunnen zien, Glasgow, Schotland. Daar gaan we naartoe. Het zijn eigenlijk, laten we zeggen, vier jonge mensen. Denk twee koppels zelfs. Die s'avonds aan de eettafel, nadat ze in de loop van de dag een distillerij hadden bezocht, het crazy idee kregen van waarom zelf geen gin gaan maken. Dus zo geschieden, zeg maar. In 2017 hebben ze de Garden Shed Drinks Company, dus GSD, dat je op het etiket staat, opgericht. Ze komen eigenlijk uit verschillende segmenten, zeg maar. Er zijn sportmensen bij, die zelfs een of andere bekendere rugbyspeler. Het zijn mensen die ook veel gereisd hebben en ook in het buitenland hebben gewerkt. En ze zijn ook vooral ethisch minded en zeer milieubewust. Ze gaan ook een deel van de opbrengst afstaan aan bepaalde goede doelen. Zoals de Bumblebee Conservation Trust. Bumblebee is eigenlijk het Engelse voor hommel. En Trees for Scotland. Dus de eerste, zeg maar, koopt met het centen die ze krijgen, zeg maar, worden zaden aangekocht waar daar hele velden met wilde bloemen worden beplant. Voor de bijen of de hommels. En dan, Trees for Scotland eigenlijk spreekt een beetje voor zich. Dus bomen, meer en meer bomen gaan planten eigenlijk. Dus dat is een beetje... Er staat ook een badge in hun logo, hè? Als je het dichtbij ziet. Ik denk dat een hashtag ook is van Saving Bees and Planting Trees. Hashtag Planting Trees and Saving Bees, ja, inderdaad. Dus ja, het is wel leuk om iets te hebben met wat er ook een enkele goede doelen aan verbonden zijn, zeg maar. Mm-hmm. De naam komt eigenlijk gewoon dat ze eigenlijk de... Ja, het recept, de receptuur eigenlijk zitten bespreken hebben in het tuinhuis. Vandaar gewoon simpelweg de naam Garden Shed Gin. Soms is het niet, moet je het niet ver gaan zoeken. Mm-hmm. Het is ook een perfecte plek om over zoiets na te denken. Hè? Ja. En ze hebben ook wel wat te zeggen, botanicals gebruikt die min of meer... In de tuin kan vinden, zeg maar. Het zit onder andere paardenbloemwortel zit erin. Er zit lavendel in. Daar zit ook wat zij noemen paradise grains. Of grains of paradise, beter gezegd. Paradijskorrel. Het is eigenlijk een... behoort tot de gemberfamilie, de plant. En geeft eigenlijk korrels die zo'n beetje het... zwarte peper en citrus een beetje combineren, zeg maar, van smaken en aroma's. Okay. Verder ook, laurierblad zit er ook in. Hier en daar wat bloemen. Sinaasappelschil. Wat citrus getint, zeg maar. Ik zal eens delen wat er tot nu toe al gezegd is door de mensen. Hè? Misschien dat er wat dingen bij komen. Kijk. Die lavendel is al gezegd, citrus. Dus hoe groter het woord, hoe meer het gezegd wordt. Hè. Dat hadden jullie al door. Braambessen, zoethout, tijm. Ik zie toch veel kruidige dingen ook die ertussen staan. Ja. Wel, braambessen zit er inderdaad ook wel in. Eén van de botanicals die erin zitten. Misschien, die trekt misschien de meest voor de hand liggende in een gin. Die soort van fruit, bessenfruit.
Maar die zit er inderdaad wel in. Nou ja. Staat ook inderdaad op het label staan ook wat braambesjes in de tekening. Eigenlijk ook wel min of meer een soort van London dry style. Hè? Dus die leverbes die echt wel mooi naar voren komt met die citrus toetsen. Samen met een beetje dat florale aroma. Mm-hmm. Hij is ook wel wat krachtiger. Hè? Hij zit op 45%. Ja, hij zit inderdaad wat steviger. Dus alle botanicals worden ook in één keer gemassereerd en gedistilleerd. Mm-hmm. Dat was Nellon Dry Style, zeg maar. We hebben nog een tweede mooie slogan. Help us save the planet, one drink at a time. Ja. Dat is iets dat we denk ik allemaal kunnen onderschrijven. We zijn allemaal zo bezig. Ja. Alright. Hoe moet ik me dat voorstellen, Dirk? Is dat een grote firma? Maken die heel veel? Want ik zie ook dat ze in batches stoken. Ja, dit is echt wel vrij kleinschalig. Eigenlijk De verdeling of de export wordt door, en de mensen die zich met whisky bezighouden zullen dat wel kennen, wordt gedaan door Douglas Lane. Dus ook, die zitten ook in Glasgow. Dus een onafhankelijke bottelaar qua whisky betreft, zeg maar. Mm-hmm. Ze hebben een beetje een affiniteit, zowel Fred Lane, dus de eigenaar, zeg maar, de grote baas, als mensen die ook in de verkoop zitten, Dale bijvoorbeeld. Zijn echt erg rugby-minded. En vandaar kennen ze ook, denk ik, die ex-rugby-speler. En zo aan de praat geraakt, min of meer veronderstel ik. En dan een beetje een soort van vriendendienst of tot een samenwerking gekomen. Ja. En dat Douglas Lane een beetje de export voor zijn rekening neemt, zeg maar. Ja, dat is wel tof om te zien hoe dat werkt, want als dat effectief zo'n heel kleine firma is, dan anders zou dat nooit tot in België geraken. Ja, als er niet zo door via contacten, zou dat niet lukken. Ja. Dat je misschien de andere foto van hebt, denk ik. Ik zal hem terug even opzetten. Hier, voilà. Hij staat rechts in beeld. Oké. Dus je hebt degene die een beetje meer centraal zit, is de gewone versie, zeg maar. En dan degene rechts is de Bramble & Peach Gin. En is ook een soort van beperkte oplage, gelimiteerd. Die enkele keren per jaar wordt uitgebracht. En daar gaan ze eigenlijk na de distillatie aromatiseren met Bramble, dus braambessen en persik. Dat is een beetje een stijl van een sloe gin misschien, een beetje in die richting, maar toch een stuk minder zoet, meer frisser behoudend. Dat ging ik net vragen, is dat dan heel zoet, maar dan blijkbaar toch niet dan. Dus, ja. Okay. Tof, en dat is dan nog kleinere oplages, vermoed ik, want ik zie ook dat 50 centiliter is, dus nog kleinere... Ja. Jean ziet enkel grijze blokken. Is er nog iemand die enkel grijze blokken ziet? Soms, ja. Ja, het zal denk ik aan de internetverbinding liggen af en toe dat het wat wegvalt. Maar... Ik zie dat Daniel wel fan is van deze gin. Dus, naast de smaaknotities mag je natuurlijk ook gewoon in de chat altijd zeggen wat je ervan vindt. Dus, deze is weg. Ik ga eens kijken of als ik hem opnieuw deel, dat je hem dan wel ziet. Werkt dat beter misschien? Blok. Wat zeg je? Nu is het een zwart blok. Een zwart blok, oei. Ja. Dat is gek. Ik ga eens kijken terwijl dat we verder babbelen zo meteen of ik dat kan oplossen. Maar ik weet niet goed waar het aan zou kunnen liggen. Ik had hier ook eigenlijk een soort van cocktail in gedachten. Ja. Dat is misschien een beetje voor de hand ligging, Bramble. Dus ook brambes. Bramble is eigenlijk een heel eenvoudige cocktail. Met de gin, met citroensap, met suikersiroop. Geshaked met ijs. En dan in een glas met crushed ice. En als eigenlijk gewoon bovenop een centiliter ongeveer crème de mûr. Of brambessenlikeur, zeg maar. Dus je krijgt iets fris, licht, zoet.
Het is echt wel een heel gemakkelijk en heel, heel zomers ook van cocktail zijn. Was dat ook wat jij ongeveer in gedachten had, Yannick? Absoluut. Deze is echt een gin van een Bramble. Dat kan ik absoluut onderschrijven, dat dat hier perfect bij zou passen. Ja, right, super. Zeg, misschien een algemene vraag voor elk van die gins, want er is ook altijd de vraag die komt, wat voor tonic moeten we daar nu bij doen om een gin en tonic te maken? Hebben jullie daar ook een bepaald type of een suggestie voor, van waar moet je naar kijken hier bij zo'n gin zoals die Garden Shed? Ik ben zo altijd een fan van de meer neutrale tonic eigenlijk. Dat je op die manier ook je specificiteit van je gin behoudt. En je gaat niet maskeren met andere dingen. Wat je hier misschien wel kan doen, is dat hier ook een beetje dat florale daarin zit. Desnoods met een Mediterranean van Fevertree gaan werken, die ook dat mediterrane in zich heeft en dat een beetje gaat versterken, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik ben geen voorstander van extravagante tonics. En ook trouwens ook niet met een Jardin Tropical van te maken in glas. Met van alles nog wat. Het ziet er goed uit, maar het is ook een soort bloemenvaas soms. Hè. Soms wordt er wel eens serieus mee overdreven. Hè. Met een neutrale tonic kun je nooit fout zitten. Dus dat is altijd de veiligste optie. Ja. De Mediterranean Fevertree, dat Dirk ook aanhaalde, is ook een tonic dat eigenlijk bijna elke gin past. Dus met die twee zit je altijd veilig, vind ik. Hier en daar is er een tonic dat bij een bepaalde gin net iets beter past. Maar dat gebeurt eigenlijk maar heel weinig, dat het echt een grote meerwaarde is. En als het niet matcht, dan is het slechter dan een neutrale tonic. Dus ik raad zelf altijd aan van gewoon een neutrale tonic op de blad. Ja, doe dat meestal ook. Ik heb afgelopen week heb ik iets heel geks geproefd. Een coffee tonic van Thomas Henry. Vond ik heel bizar. En ik kan me ook niet meteen inbeelden welke gin dat ik daar zou bij serveren. Dus als we hier in de line-up straks ene tegenkomen dat jullie zeggen, coffee tonic, weet het mij zeker te zeggen, maar ik zie het gewoon niet. Dus, er bestaat ergens een gin die op basis is van cacao, denk ik. Dat een van de botanicals ook cacao is. Mm-hmm. Daar kan ik misschien ergens iets in vinden, maar voor de rest... Ja. Daniel vraagt, zou deze kunnen matchen met een Thomas Henry tonic? Ja, ik denk bij die zoals jullie zeggen, hè, die neutrale tonics. Ook Thomas Henry heeft die neutrale tonics, zeker en vast. Oké, mooi. Ik ga nog eens snel kijken. Er zijn geen echte dingen meer bijgekomen in de smaaknotities. Dus dan denk ik dat we naar de derde gin moeten gaan. En die ga ik inleiden met een filmpje zelfs. En dat ga ik meteen even starten. Het duurt ongeveer een minuut. Dus veel plezier ermee. En jullie krijgen meteen de perfect serve van de mom gin te zien. Deze dame was helaas niet beschikbaar vanavond om ons een uitleg te geven. Dus je zal het met ons moeten doen. Maar ik denk dat even goed gaat werken. Yannick, jij ging ons iets vertellen over de mom gin. Ja, sorry toch dat ik geen blonde vrouw ben. Maar ik zal toch mijn best doen. Je hebt het al gezien in het filmpje. Hè? Dat is een fles met een roze label, roze logo en roze letters. Tegenwoordig moet alles zo wat genderneutraal zijn. Maar ik denk dat we voor deze toch wel mogen zeggen dat die echt op vrouwen gericht is. Zowel de naam mom als qua
packaging, de roze kleuren dat overal terugkomen. En ook de smaak, ook iets lager in alcohol gehalte. Dus het is eigenlijk een gin dat meer op vrouwen dan op mannen gericht is. Ze spelen dat even een fotootje delen ook. Hè. Ja. Doe maar verder. Vanuit het merk spelen ze dat ook zo uit. Ik zou zeggen, ik heb hem ook gerust al in het glasje, dat je de notities al kunt invullen. Ja. Vanuit het merk spelen ze dat ook zo uit, dat dat echt op vrouwen gericht is. En het zal dan ook niet verbazen dat dat een heel populair moederdag cadeau is. Met zo'n naam. Ik denk dat dat de topdag van het jaar is voor dat merk, de moederdag. Ze speelt er ook nog op in. Je ziet de fles hier ook in op de foto. Die met dat geel label dat je ziet staan, dat is de Mom Rocks. Vind ik ook wel een geweldige naam, Mom Rocks. En je hebt ook nog een Mom Love. Ja, dat zijn flessen die het heel goed doen als je een cadeautje voor je moeder nodig hebt of voor je vrouw, als die ook al mama is, of voor een andere mama. Daar gaan ze zeker mee scoren als je met zo'n fles aankomt. Maar verder, de mam op de fles, die verwijst uiteraard ook naar de Queen Mom van het Britse Koningshuis. Op de fles staat ook de slogan God Save the Gin. Wat uiteraard ook een verwijzing is naar de Queen. Hè. Verder staat op de fles ook dat een distilled gin is, waardoor dat we kunnen afleiden dat dat geen London Dry gin is. Dus zoals ik net zei, bij London Dry is typisch dat alle smaakmakers meegedistilleerd moeten worden met de spirit. Dus deze verraadt al dat dat bij deze niet echt het geval is. En wat ze dan bij deze gin nog doen, is na de distillatie een infusie met rood fruit. En ik zal nog niet te veel verklappen, maar dat is wel wat deze gin een beetje typeert. Ik zou zeggen, vult even de woorden in die in jullie opkomen. Ja, er zijn er al wat binnen aan het komen. Ik ga het nog heel even niet laten zien, want anders gaan we veel beïnvloeden natuurlijk. Okay? Dus... Jeroen, komen de woorden er al op als we ze intikken of pas als we verzenden? Als je verzendt, je moet op verzenden klikken. Ja. Dus eerst al uw woorden dat je wilt zeggen, dan verzenden en dan komen ze erbij. Dus. Ik ga nog... er staat al wat op. Ik ga het al eens een keer delen. Ik heb al van een vijftal mensen al inzendingen. Dus we gaan het al eens laten zien. Hè. Ik vind het wel plezant, die workout. Ja, zeker. Voilà, framboos, heel groot, centraal. Dat wordt dus al een paar keer door een aantal mensen gezegd. En al die rode bessen, dat rood fruit dat je daarnet al zei, Yannick. Komt er allemaal in voor. Hè? Ja, het is inderdaad heel duidelijk. Hè? In de neus vind ik echt heel veel rood fruit. Dat is echt heel aanwezig. Maar er is ook wel iets fris in. Het is niet enkel dat zoete. Er is ook een frisse toets en ook een beetje korianderzaad heb ik ook. Ja. En als je proeft... ik heb in het begin... Iets droog, maar dat gaat heel snel door naar dat rood fruit. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat je proeft dat er meerdere soorten rood fruit in zitten. Er zit echt een soort gelaagdheid in. Het is niet enkel frambozen of enkel aardbeien. Je proeft echt dat het een melange is van rood fruit. Het is zo'n soort vierfruitconfituur, hè? Een mengeling van alles, ja. Beetje zoethout heb ik ook in de smaak. Ja. In de afdronk is ook dat rood fruit nog heel aanwezig, maar ook een klein bittertoetsje, vind ik. Dat vind ik wel leuk, dat het niet enkel zoet is, dat je ook in het begin, vooral in de neus, een klein beetje frisheid hebt en in de afdronk ook een bittertje hebt. Dat het niet puur op dat zoete speelt. Mm-hmm. Vind ik wel tof aan deze gin. Ja, het is, hoewel dat je misschien verwacht dat het heel zoet gaat zijn, hè, door gewoon ook hoe het eruit ziet. Het is zoet, maar het is niet plakkerig of het is niet vervelend zoet. Hè. Het heeft, gelijk ik gezegd, er zit zo dat bittertje achter, dat het wat meer diepte geeft ook. Hè. Ja. Het is een leuke afdronk, vind ik. Ik heb er ook een cocktailtje voor voorzien. En dat heeft een heel passelijke naam. De Queen Mother
Het is niet enkel de link met de naam, maar het zou ook echt goed gaan met deze gin. Dat is een cocktail, dat is heel, heel, heel eenvoudig te maken. Dat is twee delen Dubonnet op één deel gin. En Dubonnet, dat is een gearomatiseerde, versterkte wijn. Klein beetje vergelijkbaar met vermoed, maar vooral met quinine gearomatiseerd. Er zit een bitter totje ook in. Dus wat je hier in de nasmaak ook hebt, ga je ook in een Dubonnet terugvinden. Dus meer dan dat is het niet. Twee delen Dubonnet op één deel gin. En als garnituur, een sinaasappelzeste of een citroenzeste, as you wish. En dat is dus de favoriete cocktail van de Queen Mom. Het gerucht gaat dat ze die dagelijks drinkt. Nu, dat denk ik wel een beetje overdreven is. Hè. Dat verhaal een beetje zijn eigen leven gaan leiden is. Maar het is wel degelijk haar favoriete cocktail. En er is een bekende quote van. En die gaat als volgt. Ik zal hem ook eens voorlezen, zodat ik zeker niets fout zeg. I think that I will take two small bottles of Dubonnet and a bottle of gin with me this morning in case it is needed. Dus als zij op een diplomatiek tripje gaat, dan vraagt zij aan haar personeel om twee flesjes Dubonnet en één fles gin te voorzien op de trip. Right. Die een Dubonnet, is dat heel krachtig van alcohol? Is dat rond de 15-20%? Nee, dat zit ook laag. Dat is vergelijkbaar met een vermoed van alcohol. Okay. Lilybit knows what is good, zegt Glenn. Voor wie het nieuws volgt, Lilybit is dat is de naam. Of, zo sprak Harry of zoiets, zei Lilybit of zoiets tegen zoiets was het, hè? In plaats van Elizabeth. De bijnaam, zeg maar, van Elizabeth. Al door haar vader destijds. Ja. Ook nog perfect met blauwe Fever Tree of Schweppes Hibiscus. En Daniel zegt, puur vind ik hem minder lekker, maar met een beetje gin bloeit dat wel helemaal op. Ik vermoed dat je tonic bedoelt, Daniel. Ja. Het is trouwens ook, viel mij ook op dat hij wat lager is in alcohol. Hij zit op 39,5. Hoe zit dat eigenlijk wetgevingsgewijs voor gin? Wat is het minimum dat ze moeten hebben? Ik 37,5? Ja, 37,5 inderdaad. Ja. Ja, ik denk dat dat bij deze ook, omdat dat echt op vrouwen gericht is, die meestal toch liever iets lager in alcoholpercentage willen, dan echt zo'n 47 of meer. De gemiddelde vrouw natuurlijk, hè, want je hebt uitzonderingen op. Ja, ik heb er ook zo een in huis die het wel iets krachtiger wenst. Ja. Dus, die was fan van de laatste die we straks gaan proeven, maar daar komen we straks naartoe. Ja. Het is ook een product van González Bias, hè? Misschien moeten we daar nog even iets over vertellen. Ja. González Bias, ja, de al onbekende sherry-producent. Tio Pepe is denk ik de meest gekende, of de meest gebruikte sherry, denk ik, wel in België ook, denk ik. Dus, ze maken ook andere dingen uiteraard. Hè. Ze maken nonnen, mensen die al in de vorige masterklasse gezeten hebben, die zullen al wel de Nomad tegengekomen zijn, de whisky. Ze maken uiteraard ook vermoeds op basis van sherry. Mm-hmm. Op allerlei vlakken bezig, zeg maar. Dat is alles weer. Niet alleen met wijn, maar ook met spirit. Ja. Right. En effectief, zoals Glenn ook zegt, Spanje is zo'n ginland bij uitstek. Hè. Er wordt heel veel gin gedronken ook. Het is er ook altijd het weer voor natuurlijk om een gin tonic te drinken. Dus effectief. Hey, Glenn zei inderdaad in de chat, de gin-hype die is ook echt begonnen in Spanje. Dat is echt het land waar het ontstaan is. Bij gin denken we aan de UK meestal. En als je puur naar gin kijkt, is de UK het ginland. Maar de gin tonic-hype, zoals we die een paar jaar geleden gekend hebben... met die bolglazen en al, dat is echt in Spanje ontstaan, inderdaad. En dat is dan na de zomervakantie, als iedereen op reis gegaan is in Spanje, is dat verspreid geraakt. Ja, de koppaglazen inderdaad, zoals Glenn zegt, dat is inderdaad in Spanje ontstaan en heel Europa doorgegaan. Klopt, ja. Ja. Daarvoor hebben we dus de Spanjaarden te danken, dat de gin zo verspreid is. Hè? Dus, ja. Behalve ten zuiden van de taalgrens eigenlijk, want daar komen ze nog een beetje... Ja, helemaal niet hetzelfde geweest dan in Vlaanderen. Nee.
Alright, nee, super. Ik zie ook dat de smaaknotities zijn al een tijdje gestopt in de Mentimeter. Dus misschien moeten we maar naar... we komen van een zeer warm land, van Spanje. Misschien moeten we maar eens naar een iets frisser klimaat gaan, naar Schotland, Dirk. Ja. Met een Tobermory. Ik zet hem even op scherm voor jou en dan luisteren we. We zitten inderdaad terug in Schotland. Deze keer aan de westkust. Misschien zullen de whisky-liefhebbers Tobermory eerder kennen. Ik denk dat je het gaat kunnen zien. Aan de single malt. Die zij meer bekend van zijn eigenlijk. De distillerij die vroeger Liček Distillery noemde. Zit al van 1798. Je ziet het eigenlijk op een beetje... ingedrukt op de fles, zeg maar. Hè. Het zit een beetje in de fles verweven. De ontstaansdatum. We zitten, zoals gezegd, in Schotland, aan de westkust, ten noorden van het welbekende eiland voor de geturfde whiskies meestal. En zij noemen het bij Tobermory Hebridean Gin. Eigenlijk een vernoemd naar de Hebriden-eilanden, waar dat het eiland Mull, waar dat we de distillerij op gevestigd is, deel van uitmaakt. Het is ook een distilled gin, zeg maar. Hier zitten we op 43,3% alcohol. En wat dat ze hier doen, is enerzijds gewone neutrale spirit gebruiken in de productie. Maar ook een deel new make spirit die ze gebruiken in feite voor de productie van de single malt. Dus dat geeft wat, een wat vettiger, wat ronder, wat zwaarder aroma, zeg maar, aan de gin. Die je ook wel, denk ik, straks in de smaak zal tegenkomen. Qua botanicals zitten we hier zo'n beetje vlierbloesem, heide. Wat zit er nog in? Sinaasappelschil uiteraard, jeneverbes. Brem zit er ook in. Thee. Dat is ook niet het meest alledaagse van botanical, denk ik, dat er in gin zit. Ik weet niet dat de mensen... Het is blijkbaar ook thee die op het eiland zelf groeit, hè? Ja, Hebridean thee inderdaad, ja. Van het, in de tuin van de dominee, als ik het goed begrepen heb. Ah, okay. Ja, dus de Reverend Liz Gibson, die heeft een tuin waar ze allerlei dingen... Ik heb er zelf nog een tasting mee gegeven vorige week, dus ik vond het verhaal, vond een tof verhaal. Dus die heeft een tuin waar ze allerlei lokale planten in teelt voor lokaal gebruik op het eiland. Maar die thee wordt dus ook zo verkocht vanuit haar tuin. En daarom vonden ze het ook tof om die in hun gin te gaan verwerken. Heel veel binnen nu, heel veel woordjes in de Mentimeter. Dat wil zeggen dat er heel veel in geproefd wordt. Er hebben nog maar 3 mensen ingevuld en ik heb al meer dan 10 woorden. Dus, Het ruikt wel heel complex. Het is, ja. Van alle kanten, naar floraal, naar citrus, naar kruiden. Ja, laat ze maar komen, de mensen, als jullie nog willen invullen. Maar... Ja, en ik weet dat we in de voorbereiding waren we naar de line-up aan het zoeken en de volgorde van de gins. En waren we een beetje aan het kijken van, wat kan er na toch dat rood fruit van die mom gin, en wat kan daar nakomen eigenlijk, hè? Want dat is toch een redelijk sterke smaak. En ik denk wel dat het klopt om dit hier na te zetten. Ja, kan er gemakkelijk... En het bouwt terug weer dan een stukje af naar minder zoet sowieso ook. Mm-hmm. Oké. Okay. Hebben we daar ook een cocktail of zo bij? Iets, een suggestie? Jannik of Dirk? Jannik daar iets mee heeft, zeg maar. Ja, klopt.
De wordcloud staat er nog niet, maar ik heb heel hard grapefruit. Niet zozeer in het aroma, maar vooral in de smaak en nasmaak. En daar heb ik mij ook op gebaseerd voor de cocktail. En dat is de Haakse Slijper geworden. Super, goede naam. Ja, ja. Daar hangt ook een heel verhaal aan die naam. Dat waren mannen in Nederland en die maken barmeubels. En die moesten ergens een bar gaan installeren. En dat was in een kelder. Dat was een barmeubel van 9 meter, als ik me goed herinner. Echt een heel lang meubel. En die konden dat niet roteren op de trap naar de kelder. En ze hadden twee oplossingen. Ofwel in het meubel snijden met een Haakse slijper. Dat is een slijpschijf, voor die mensen die niet weten wat een Haakse slijper is. Mm-hmm. Ofwel in het meubel snijden, ofwel in de trap snijden. En het is in de trap geworden. Het barmeubel niet stuk maken, waar ze zo lang aan gewerkt hadden. Dus ze hadden toestemming gevraagd aan de mensen van de bar. Mogen we in uw trap snijden? En dat mocht. En om dat te vieren, hebben ze nadien in die bar nog wat cocktails blijven drinken. En ze bestelden 3 Haakse slijpers. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is eigenlijk gewoon een gin tonic met een beetje grapefruit. Dus 50 ml gin, 20 ml grapefruitsap en ongeveer 100 ml tonic. En dat is een dure schijfje grapefruit. Daarna is dat een soort van running joke geworden dat die mannen in andere bars ook Haakse slijpers zijn gaan beginnen bestellen. En die hadden er natuurlijk nooit van gehoord. Die ene bar heeft dat ook op hun menukaart gezet, waar ze die bar hadden geïnstalleerd. Dus dat is in Nederland eigenlijk een heel iconische, bekende cocktail geworden. En het is ook gewoon echt heel lekker. Dat past echt supergoed samen. Zeker met deze gin, waar dat ik alvast de grapefruit ook heel hard in terugvind. Ja, je ziet hem ook wel wat terugkomen in de wordcloud. Hè. Ik heb grapefruit, ik heb pompelmoes. Ik heb die citrus, hè, die zeste, dat is ook dat bittere zo'n beetje. Dus je ziet het wel terugkomen. Ja. En op de foto van Tobermory zelf ziet ook een schijf grapefruit als garnituur in de gin. Hè. Dus het klopt ook wel, denk ik. Ik denk dat ze zelf pompelmoes en tijm als garnituur... Ja. Tof, hè? Nou, Jan, ik doe me eigenlijk een beetje denken aan voor de mensen die misschien de reunie van Friends hebben gezien op tv. Pivot! Die scène met... Ja, pivot, ja. met de zetel die naar boven moet. Ik kreeg direct een flashback, eigenlijk. Ja. Als ik het geweten had, Jannik, dat je dat ging vertellen, had ik de scène klaargezet. Ja, ja. Het is toch een legendarische scène. Absoluut, ja. Maar die hadden geen Haakse slijper bij. Nee. Weet je welke bar dat het was, Jannik, dat het uitgevonden is? Nee, dat weet ik niet. Dat is voor de overlevering waarschijnlijk. Dat is niet meer echt duidelijk. Okay. Ja. Nou, goeie verhaal wel. Ik zou ook wel eens ooit een cocktail willen uitvinden op die manier. Of op een andere manier. All right. Nee, super. De Tobermory. Ik vond het in elk geval een heel toffe ontdekking al. Dat is ook nog een vrij recente gin. Het is pas 2 jaar geleden dat ze ermee begonnen zijn. Hè? 19, inderdaad. All right. Super. Zullen we meteen overgaan en van de UK naar Frankrijk verhuizen? Yes. Dan ga ik weer het woord aan Gin, ging ik zeggen, aan Dirk geven. Voor de Sorgin. Ja. Ik zet hem even op het scherm. En je gaat niet alleen de Sorgin zelf, maar ook de Yellow Sorgin zien. Daar gaat Dirk zeker ook iets even over vertellen. Dus. Degene die we nu proeven is uiteraard de linkse. Met de druiven en de gedroogde sinaasappelschil, veronderstel ik, erbij. Yes. Hier zitten we bij, ja, zoals gezegd, in Frankrijk, min of meer bepaald, zeg maar, in Bordeaux, de Bordeaux-streek.
François Lurton zal misschien bij sommige mensen een belletje doen rinkelen, maar dan eerder in het wijngebeuren. Hij is een wijnmaker, heel bekende familie ook in de Bordeaux-streek. Hebben wijngaarden in de Languedoc, in Spanje, in Chili en in Argentinië onder andere. En eigenlijk in 2016 hebben we beslist om, laten we zeggen, de distilleeractiviteit die zijn over, François Lurton, zijn overgrootvader, al had, terug nieuw leven in te blazen. En dit met een gin. Het is ook een gin met een link tussen, tussen spirits en wijn. Aangezien dat zij als basisdistillaat, dat ze gebruiken om de gin te maken, een distillaat van Sauvignon Blanc druiven gebruiken. Is niet zo, de meeste gins, veronderstel ik, worden een beetje gemaakt op basis van een graandistillaat. Hier is dat een fruitdistillaat. Dat ga je ook straks wel, denk ik, merken in de neus en in de hand sowieso. Wat ze willen is eigenlijk een beetje die Sauvignon Blanc toetsen verder doortrekken. En ze gaan ook botanicals gebruiken die dat min of meer wat accentueren. Dus heel veel citrusfruit dat ze gaan gebruiken. Dat ze misschien nog niet allemaal noemen. Wat dat er ook misschien, buiten dan de botanicals die erin zitten, misschien leuk is om te vertellen. En dat ga je misschien beter zien op de andere fles terug misschien, Jeroen. Ja, zeker. Van de yellow versie. Ja, daar is het normaal gezien. Okay. We kunnen het misschien op de gewone fles ook zien. En op het ronde logo, zeg maar, heb je eigenlijk een heks op een bezemsteel die erop zit. En dit komt door het feit dat Sorgin in het Baskisch, de Baskische taal, Baskisch dialect of hoe je het wilt noemen, eigenlijk tovenaar of heks wil zeggen. Het is eigenlijk een kleine woordspeling, waar dat dus toevallig gin, het woord gin in terug te vinden is. Ik denk dat het een beetje terug te vinden is ook in het woord sorcière, of sorcier. Tovenaar of heks in het gewone Frans. Ik weet niet wat dat gezegd is geweest van botanicals ondertussen. Of van... Ah ja, we zullen het even in beeld brengen. Ik weet niet wat er ondertussen op staat. We gaan eens kijken. Ja, er is al wat gekomen, dus ik zie... Druif, citrus, fruit, vanille, zwarte bes. Ja, het verspringt constant natuurlijk. Sinaas, kumquat, dat is een toffe. Vanille, ja. Die zwarte bes is ook wel heel leuk, omdat er ook cassis wordt ingebruikt eigenlijk. Ja. Cassis, viooltjes worden er ook in gebruikt. Mm-hmm. Dus vrij floraal en vrij fruitig en vrij citrusachtig. Dus dat zijn een beetje min of meer de drie componenten die er vooral bij mij in terug te vinden zijn. Mm-hmm. Ik vind het vooral een gin die heel atypisch is, of die heel anders is dan alle andere gins. Heel aromatisch ook. Ja. Dat fruitige dat zo heel mooi met elkaar combineert eigenlijk. Ja. Maar Yannick heeft ondertussen opgezocht, een Haakse slijper was in de Mr. Mofongo bar ontstaan. Dus, En Jean vraagt, moet gin niet van granen gedistilleerd worden? Nee. Het moet een distillaat van planten eigenlijk zijn. Ja. Lekker. Ik heb nog een klein weetje over de Sauvignon-druif, dat ik onlangs ergens gelezen heb. Dus je hebt heel grote verschillen tussen de Sauvignon-blanc-druif die in Frankrijk geteeld wordt en in Nieuw-Zeeland. Het heeft heel andere smaakprofielen. Dus de Fransen zijn meer zuurtjes, wit fruit, dat soort dingen. Hè. En de Nieuw-Zeelanders zijn meer tropisch fruit, zo passievruchten en zo. En dat komt blijkbaar niet zozeer door de grond of door het klimaat, maar door de manier van plukken. Dus als het handmatig geplukt wordt... Wat zeg je? In verschillende stadia. Nee, dus meestal in Frankrijk wordt er handmatig geplukt en in Nieuw-Zeeland wordt er machinaal geplukt.
Of andersom, een van de twee. Maar doordat je machinaal gaat plukken, dat is in Nieuw-Zeeland wordt er machinaal geplukt, doordat je machinaal gaat plukken, gaan die druiven vroeger gekneusd worden, waardoor dat die andere moleculen gaan ontwikkelen. En dat is net de moleculen die die passieve vruchtsmaak geven, die tropische vruchtsmaak geven. Wat ze ook doen, is de druiven, hè, dus de Sauvignon Blanc druiven, in verschillende stadia gaan plukken. Dus eigenlijk, dat wil zeggen, iets onrijp, dan rijp, en dan ook iets, dat wil zeggen, niet echt overrijp, maar toch echt op de limiet. Waardoor je ja, telkens verschillende smaakcomponenten gaat krijgen ook. Dus ja. Van zuur tot zoet-zoet. Ja. Sowieso zijn ze bij Lurton wel een beetje de specialisten van de Sauvignon-druiven in de streek daar. Dus. Nu, de yellow-versie die we daarnet zagen, is een, wordt ook in batches gemaakt. Dus om de 6 maanden. En die, eigenlijk beginnen ze van de gewone sorgin die je links ziet. En die gaan ze 6 maanden op vaten van La Louvière, wat dat een witte Pessac Léognan is. En die wordt eigenlijk gemaakt door de vader van François Lurton, door André Lurton. Zij maakt fantastische, zowel witte als rode wijnen. En eigenlijk heb je hier dan een gin op basis van Sauvignon Blanc, die op Sauvignon Blanc vaten heeft gerijpt. Dat is echt wel iets... Sauvignon Blanc nog een stuk doortrekken, eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, en ze maken daar ook een vermouth, hè, bij Lurton, ja. De Léons. Dat is ook op basis van Sauvignon, denk ik, Dirk. Ja, klopt. Dus een extra dry vermouth. Maar voor mij een extra dry die je eigenlijk ook puur kan drinken. Meestal zijn extra dry vermouth zo'n beetje eigenlijk voor de cocktail bedoeld. Maar dit is echt iets dat je... Het is heel vineus ook van stijl. Hè. Die Sauvignon Blanc toets komt daar ook weer heel mooi door. Kan je perfect alleen drinken of met tonic, is echt wel fantastisch. En de cocktail die ik ook zo'n beetje in gedachten had, is een soort van dry martini, of is een dry martini. Maar wat dat dan de lijn van die Sauvignon Blanc ook wel mooi wordt doorgetrokken, zeg maar. Ja, je hebt weer die gin op basis van Sauvignon, en dan je witte, je extra dry vermouth ook op basis van Sauvignon. Dus die Sauvignon Blanc toetsen blijven mooi in die dry martini zitten. Dat is wel leuk. Alright. Jij daar nog iets aan toe te voegen, Yannick? Of ideeën? Ja, over? Ik had zelf ook een vineuze Negroni in gedachten. Dus waar je echt die wijnsmaken gaat uitspelen. En dat zou dan zijn 4 centiliter van deze gin. Dus dat is wat ik in het begin van de sessie zei. De gins die aan 43 of lager zitten, gebruik ik altijd een klein beetje meer gin. Dan de klassieke gelijke delenformule van een Negroni. Dus 4 centiliter gin, 3 centiliter rode vermoed. En daar echt op zoek aan een vermoed dat ook dat fineuze karakter heeft. Martini Gran Lusso is daar een voorbeeld van. En dan een bitter. Ja, Campari is de bekendste, maar hoeft zeker niet Campari. Er zijn zeker nog goede alternatieven, maar in die stijl moet je wel blijven. En het resultaat daarvan is een heel vineuze Negroni. Dat denk ik ook. Dat je echt het wijnkarakter in terugproeft. Wat denk ik ook in die cocktail dan ook zeer goed zal werken, zal eigenlijk de rode Leonce dan zijn. Aangezien dat hij een van de weinige vermoeds is die op basis is van een echte rode wijn. Ja. Veel rode vermoeds zijn eigenlijk witte, op basis van witte wijn, die gekleurd zijn met karamel. Maar dit is een van de uitzonderingen die echt op basis is van Mauriewijn, dus het zuiden van Frankrijk tegen de Spaanse grens. Ja. En ook een beetje een soort van zuiders karakter heeft. Een beetje dat mediterraans, wat anijs toetsen en zo. Dus heel vineus en vrij kruidig. Glenn zegt het ook in de chat hier dat op basis van Malbec-druif gemaakt is. Dat is een andere versie. Dat is nog een andere. Okay. Ja. Er zijn er twee. Je hebt eentje, de zoetere meer. Alhoewel dat bij Longtay of bij Lurton zoet niet echt van toepassing is, zeg maar. Mm-hmm. De gewone doorsnee rode is van basis van Mauriewijn. En dan heb je nog een iets bittere stijl en die is op basis van Malbec. Uit Argentinië. Ja. Oké, super. Er is hier ook heel wat gezegd in de chat ondertussen over andere gins die van druiven, een vodka die van Siroc-vodka op basis van druiven gemaakt wordt. Ja.
Er wordt hier gezegd, ja, het G-Vine is ook Frans en ook van druiven. Is dat dan Frans chauvinisme? Misschien moeten we dat toch even ontkrachten en meteen naar de volgende gin overgaan, wat ook de Franse gin is, maar eigenlijk niks met druiven te maken heeft. Dus laat ons naar de gin 12 gaan, of de douze, zullen we dan zeggen, speciaal voor de Fransen. Even in beeld brengen, samen met nog een andere fles van hetzelfde huis ook. Ja. Dan jullie meteen het goed kunnen plaatsen en dan zal Dirk jullie daar ook weer iets over vertellen. Hè. Hier gaan we naar min of meer het zuiden van Frankrijk, zeg maar. Ook meer naar het oosten toe. We gaan naar de Luberon, naar de Provence. Eigenlijk is het begonnen over het bedrijf, de distillerij, zeg maar, bestaat al sinds 1898. Men noemde toen de distillerie de Lure. Lure is eigenlijk zo'n beetje de streek, het berg, kleine bergmassief dat daar in de buurt ligt. En gedurende 80 jaar eigenlijk zijn er verschillende eigenaars of verschillende bewindvoerders geweest. En waaronder andere in Henri Bardouin. En dan refereer ik misschien naar... de fles aan de rechterkant, zeg maar. Dus die mensen gaan associëren, of de mensen die pastis graag drinken uiteraard, gaan associëren met pastis. Dus hier, dat is uiteraard dezelfde distillerij. En in 1974 is eigenlijk Alain Robert, die het roer overgenomen heeft en de naam veranderd heeft naar Distillerie et Domaine de Provence. Dus eigenlijk de huidige naam heeft gegeven, zeg maar. En zij maken buiten de pastis en de absinthe ook nog andere van die typische Alpijnse spirits, zoals vermoed, zoals genépi, zoals gentian en nog andere tijmlikeuren en zo. Dus echt pure... op en top Provençaal, zeg maar, van stijl. Dit hier is... gaat ook vrij ruiken. Het is een en al Provence in je glas, zeg maar. De bedoeling is eigenlijk van dat de mensen die eraan ruiken of eraan van genieten, een soort van beleving hebben van een wandeling in de Cariken. Dat is zo'n beetje de filosofie achter het Douze Gin. Douze... het getal Douze, 12, verwijst ook naar het aantal botanicals die erin zitten. Ze staan ook allemaal vermeld op de fles in het Frans. Als je nummer 6, Maniguet, ziet staan, dat is eigenlijk hetzelfde als die paradijskorrels. Ah, ja. Paradise, maar dan in het Frans. Ik heb het ook moeten opzoeken, want mijn Frans is niet zo dat ik dat wist. Dus ja, als je denkt aan Provençaals, dan denk je aan thym, dan denk je aan rozemarijn, aan basilicum, aan eucalyptus. Er zit ook wat munt in om wat de fraîcheur te behouden, zeg maar. Dus ja, een en al kruidig en Provençaal. Kan het niet anders, kun het niet anders noemen, zeg. Het is echt een Provençaals kruidentuiltje, hè? Ja. Heel plezant. Maar ook weer, zoals er straks bij de momgin ook gezegd werd, met toch een fris toetsje er ook onder. Dat niet alles, het wordt niet te veel kruiden. Dus die eucalyptus en die munt zorgen echt wel voor de nodige fraîcheur in deze gin, denk ik. Ja. Het valt mij ook weer op bij de Word Cloud nu. We hebben nu 5 mensen die hun woorden hebben ingevuld, maar er zijn alweer heel veel woorden ingevuld. Het is heel complex ook inderdaad. Ja. Er staat ook gewoon lekker tussen. Dus kijk, voilà. Ja. En dus de 12 slaat dus op de aantal botanicals. Eigenlijk wordt in een soort van 2 stadia gedaan, omdat het ook weer een distillgin is. Je hebt de basilicum, de munt, de eucalyptus en de rozemarijn, die elk individueel gemassereerd en gedistilleerd worden. Dan heb je de andere 8 samen, die dan eigenlijk samen worden gedistilleerd. En die worden dan samengebracht. Dat is de productiemanier of productiemethode van deze chip.
En ze blijven toch weg van de anijs in deze gin ook. Ja, in de hier wel, inderdaad. Ja. Ik denk dat je met eucalyptus en munt al voldoende fresh hair hebt, denk ik. En anijs is toch iets dat zeer dominant is ook Op alle spirits. Opmerkelijk dat het voor een Franse distillerij staat het er ook in het Engels op van achter. Ja. Dat is wel, wel straf eigenlijk. Wat doe je daarmee? Qua gin tonic kan ik mij perfect voorstellen dat die vrij krachtige smaken heeft die altijd gaan overeind blijven. Qua cocktails, kan je daar ook iets mee doen? Qua Negroni vind ik ook wel leuk, denk ik, omdat die kruidigheid dat er mooi in zit. Dus die is ook dan weer weer in je vermoed ook gaat terugvinden. Mm-hmm. Ik weet niet dat Yannick nog iets anders... iets van cocktail. Ik had zelf een gin sour in gedachten. Dat is ook weer een eenvoudige cocktail. En wat daar een beetje typisch aan is, aan de sour cocktails, is dat je hebt spirit, citroensap of limoen, allee, dus een iets wat fraîcheur kan geven, en suiker. En het leuke is dat je met die suiker veel richtingen kunt uitgaan. Dus je kunt bijvoorbeeld een tijmsiroop maken. Ik vond er heel veel tijm in. Dat is wat ik het meeste uithaal. Mm-hmm. Dus mijn suggestie voor deze zou zijn een gin sour, waar de siroop vervangt door een tijmsiroop. En dan kom je op 6 centiliter gin, 3 centiliter citroensap en 2 centiliter van die tijmsiroop. Heel eenvoudig maken, al die siroopjes. Je hebt niet meer nodig dan gelijke delen suiker en water en je doet er een kruid bij en dan kun je eners welke siroop maken van alle kruiden dat jij thuis hebt staan in je tuin. Dus, wat ik me altijd afvraag bij die siropen, ik maak dat ook wel eens, is hoe lang blijft dat houdbaar? Niet heel lang. Suiker bewaart redelijk goed. In de frigo bewaart iets langer, maar je moet dat zeker geen 2 jaar gaan bijhouden. 2 jaar is al lang, hè? Ja. Een paar weken of maanden, afhankelijk van hoeveel suiker dat je erin doet en of dat je hem, en op welke temperatuur dat je hem bewaart. Okay. Afhankelijk wat je er juist bij doet. Met droge kruiden gaat dat redelijk lang goed blijven. Als je er iets van andere sappen of zo gaat bij doen, gaat dat sneller slecht worden. Algemeen wordt zo'n 6 weken gemiddeld genomen. Meeste bewaren wel iets langer, maar als je hem echt op de top wilt houden, is tot 8 weken. Voilà. Dat was even een persoonlijke vraag voor mezelf om te weten. maar ik denk wel interessant, want ik vermoed ook dat hier wel aanwezigen zullen zijn die dat ook wel eens doen. Zo'n siroop. Ja. Best in kleine batches maakt. Absoluut. Ja. Maar ik maak wel eens biersiroop voor cocktails mee te maken. En dat is ook zo. Ja, dan kook je wat bier in. Maar dan vraag me altijd af, is dat nu nog goed? Dus 6 weken. Ja. Maar cool bewaren helpt zeker. Er is een enorm verschil tussen de siroop op een warme zolder bewaren of in je frigo bewaren. Dat maakt een enorm verschil in de houding. Op een warme zolder kun je hem laten vergisten. Kun je misschien nog iets nieuws gaan creëren. Dus, als je de juiste schimmels op zolder hebt, dan ga het wel werken daar. Dus, nee, tof een gin ook, hè, die een douche. Iets dat je zelf maar onlangs hebt leren kennen, maar heel plezant en ook weer iets anders dan de andere. Zo, hè, met die kruiden, dus ik vind het wel leuk. Na gin en tonic toe, voor de hand liggende is ook weer die Mediterranean sowieso. En qua garnituur, rozemarijn, ook weer een stuk pompelmoes. Dat is ook heel mooi bij deze gin. Ja. Right, super. Ik weet dat we beloofd hadden dat het een soort Eurovisie Songfestival ging worden, maar misschien moeten we toch ook nog even wat verder gaan kijken en eens helemaal aan de andere kant van de wereld naar Japan gaan. Ik weet niet of jullie dat oké vinden. Vooral jij, Yannick, want het is aan jou nu. Dus laat ons even de Sakurao gaan proeven. Ik zou eens heel graag naar Japan gaan. Ik ook. Amai, ongelooflijk. Dus we gaan het nu even digitaal doen dan. Ja.
Dus de volgende die we gaan proeven is de Sakurao Gin. Die is afkomstig van de Sakurao Distillery. Zal misschien bij sommige namen, bij sommige mensen een belletje doen rinkelen, die naam. Die maken ook andere dingen, zoals whisky. Ik denk dat die ook via Sinoco beschikbaar is, als ik me niet vergis. Binnen een jaar ongeveer, denk ik, Dirk, dat die gaat verkrijgbaar worden. Ze zijn bezig met eigen distillaten te maken en op te voeden, sowieso. Maar ze delen ook Togushi. Wat ik zelf een beetje typerend vind daaraan, is dat die de westerse stijl gaan opzoeken. Wel met behoud van wat Japanse accenten. Maar dat is wel iets dat ze gaan opzoeken. Op de fles kun je ook zien dat ze Japanese dry hebben staan. Wat dus alludeert op een London dry. Maar wat ook ineens duidelijk maakt dat het geen London dry is. Want anders zou ze dat er al op zetten. Maar dat proberen ze zowat in hun eigen dry aan te geven. Maar dry. Door het Japanese dry te noemen. Deze gin is een blend eigenlijk. Van verschillende distillaten. Een hybride distillaat. Van spirits die ze op smaak hebben gebracht door steeping. En anderzijds door vapor distilling. Het verschil tussen beide is dat bij de steeping hebben de botanicals direct contact met de spirit. En bij de andere gaat het via stoom. Dus ze maken die verschillende distillaten en daarna maken ze er een blend van. En in Japan staat dat blenden echt hoog aangeschreven. Dat is echt een kunstvorm daar, blenden. Zoals in Japan heb je meesters echt, hè, die jarenlang hetzelfde vak uitoefenen, tot er meester in zijn, elk detail beheersen. Bij het blenden heb je dat ook in Japan. Op de fles, niet op het label, maar in de fles zelf, zult je ook een soort van diamantpatroon. Ik weet niet of je het goed kunt zien in de camera. Ja, zo precies wel. Ja. Dat is ook een heel typisch patroon vanuit Japan. Je zult dat ook vaak terugzien op Japanse glassware. Dus mixing glazen om cocktails te maken hebben vaak zo'n diamantpatroon. De glazen zelf hebben vaak zo'n patroon. Dus dat is een typisch Japans element. En ook in het necklabel zie je de sakura. Dat is de kersenbloesem. Dus dat is super typerend voor Japan. En ik ben redelijk zeker dat de naam van de gin daar ook mee te maken heeft. En van de distillerij. De gin wordt gemaakt in Hiroshima. En ook de meeste botanicals zijn ook afkomstig vanuit Hiroshima. Moeten we ons dan zorgen maken, Yannick? Ja, daar zit limoen in die in het donker licht geeft. Nee, ik denk dat het ondertussen wel veilig zal zijn. Ja. Dat is een gin die zit wat hoger in alcoholpercentage dan al het vorige dat we geproefd hebben. Die zit op 47%. En als het op cocktails aankomt, is dat echt de sweet spot. Dat zorgt ervoor dat een gin overeind gaat blijven in bijvoorbeeld een Negroni, waar het moet tegenopboksen, tegen een rode vermoed en tegen een Campari. Een gin met voldoende body en sterkte, die kan dat aan. Ook bij de gin tonic heb je ook heel veel mensen die er een volledig flesje tonic in kappen met een gin met een laag alcoholpercentage. Ga je een gin ook een beetje kwijtspelen. Gins aan 47% gaan er beter tegen bestand zijn. Tegen die wanpraktijken van een gin tonic. Want wat mij betreft nooit een volledig flesje erbij kappen. Dat zei hij met bijzonder veel gevoel, het woord wanpraktijken. Mooi. Ja. Maar ook binnen de gin zelf... dat hoger percentage dat zorgt er vaak ook voor dat de jenever best wat beter in stand blijft. Je hebt sommige smaken die er heel makkelijk uitkomen op een laag percentage. Citrus gaat er heel vaak in lage percentages ook uitkomen. Maar voor jenever best, dat gaat er vaak het beste uitkomen bij jeans die in deze range van
percentage zitten. Ik zie dat intussen de woorden zijn binnengekomen, dus ik kan ook de botanicals beginnen verklappen, dat gebruikt zijn. Ja, doe maar. Ja, daar zitten 4 soorten citrus in, allemaal van het streek Hiroshima. Er is een groene thee, die zeg ik hier ook al in de Word Cloud verschijnen. Gember zit daar ook in. En voor de rest is dat ook nog aangevuld met wat klassiekere gin botanicals. Uiteraard. Cypress dacht ik ook dat erin zat, Yannick. Ja, ja. In het aroma heb ik zelf veel citrus. Yuzu, dus dat is een heel Aziatische citrus. Denk zelfs van Japan zelf, maar daar ben ik nu niet zeker van. Ja, ik denk het ook. Een heel Aziatische citrus variatie. Vrij scherp, hè, van citrus ook. Ja. Hè, qua smaak. Ja. Ja, ja, klopt. Ook een klein beetje een ziltig aroma. Mm-hmm. Vind ik er ook in terug. Qua smaak, jeneverbest proef ik zeker. De citrus komt er heel hard uit en licht floralen tot. Dus dat soort die cipressen dan vermoedelijk zijn. Ja. Dat is wat ik er vooral uithaal. Ja. Dus ook dat er een beetje naar voren komt in de cloud hier. Hè? Die citrusdingen die er allemaal naar voren komen. En dan limoengras, ja, kumquat. Wat mandarijn. Ja. Er is ook, Dirk, of Yannick, ik weet niet wie van jullie dat er best iets over vertelt, er is ook nog een tweede versie van, een limited edition, waar ze ook met die kersenbloesem iets doen, hè? Ja, klopt. Ja, Dirk, zeg jij maar. Ja. Nee, doe maar. Probeer. Ja, nee, Dirk, jij kent er wellicht nog meer van. Verkrijgbaar bij ons, helaas. Ah, oké. Okay. Ja, ik had ook gelezen, dus daar gebruiken ze die kersenbloesem en daar gebruiken ze ook oesterschelp in, blijkbaar, om hem... En dan, ik moest eraan denken toen je over die ziltigheid sprak, Yannick. Dus dan gaan ze er waarschijnlijk nog een beetje meer naar voren. Het grote verschil tussen de twee versies is dat er in die limited edition nog meer typische Japanse en lokale botanicals gebruikt zijn. Dus dat is eigenlijk het grote verschil tussen beide jeans. Dus daar zit ook die Sakura Blossom, wordt daar ook als botanical gebruikt. Oesters inderdaad. Dus die zijn nog meer dan ziltige. Ik heb ook een heel leuk cocktailtje. Dat is echt een heel lekkere cocktail, sowieso, met eners welke gin. Maar deze gin lijkt er echt voor gemaakt. Want bijna alle ingrediënten zijn ook smaken dat je in die gin kunt terugvinden. En dat is de ginger matcha. Aan de naam kun je al gokken wat er allemaal in zit. Dat is een cocktail die gemaakt wordt met een beetje de verse gember. Een heel klein beetje groene matcha. Niet te veel. Echt maar een mespuntje. Een half theelepeltje of zo. Want dat is echt... Dat moet je aan de grond houden. Ja, dat is echt heel doordringend van smaak. Er is even iemand dan niet gemute. Ja, staat, ik heb dat opgelost, denk ik. Ja, top. Dank u. Ja, die groene matcha, dat is heel doordringend van smaak. En dat is een smaak waar niet iedereen vertrouwd mee is. Een smaak waar je een beetje aan moet wennen in het begin. Dus gebruik daar zeker niet te veel van. Een goed mespuntje matcha. Als je dat opbouwt, is dat een heel lekker ingrediënt. Verder ook inzit in die cocktail is de gin uiteraard. 45 milliliter. Dan een beetje limoensap, wat dat heel nauw aansluit bij die 4 soorten citrus. Dat daarin zitten. En 20 milliliter suikerwater. Dat is weer een cocktail die je moet muddelen. Dus je doet je gember in je shaker, je muddelt die. Deze keer mocht je dat wel echt plat stampen tot het sap vrijkomt uit de gember. En dan voor de rest alles andere ingrediënten toevoegen. Dus we matcha, limoensap, je suikerwater. En dan stevig shaken. En opnieuw dubbel strainen, zodat er geen kleine stukjes gember, want dan gaat hem te kruidig worden. Dus dubbel strainen in een tumblerglas met vers ijs. Echt een geweldig lekkere cocktail. En zoals ik al zei, deze gin is er precies echt voor gemaakt. Dus alsof het hem specifiek voor die cocktail
ontwikkeld is. Klinkt wel erg gevaarlijk, Yannick. Ja. Door die take, klinkt zeer drinkbaar. Ja, absoluut. Ja, ja, echt een crowdpleaser. Een cocktail die je maakt en dat iedereen lekker gaat vinden. Ondanks de groene matcha dat niet voor iedereen bestemd is, of dat niet iedereen kent, in deze combinatie echt heel, heel toegankelijk. Alright. Ik ben super benieuwd nu eigenlijk. Ja, proberen. Kan ik zeker eens, moet ik eerst nog groene matcha gaan kopen natuurlijk. Ja. Een standaard in huis, maar... Ja, Glenn, de matcha tonic zou inderdaad bij deze wel werken, denk ik. Ja, om weer dat stukje van de gin naar boven te halen natuurlijk. Hè. Dat theestukje. Ja. Voilà. Heel leuk. Mooi. Ik heb... De word cloud hebben we gezien daarnet. Daar is niet echt meer iets bijgekomen. En ik merk dat we ook al iets na 9:30 zitten. Dus we moeten misschien toch overgaan naar de laatste gin dat we gaan proeven al. Dat is, omdat we al de rest al gehad hebben, blijft alleen nog de London No. 1 over. Denk ik misschien een van de bekendste, naast de Mom Gin, gewoon puur qua naam. Dus misschien moeten we daar naartoe gaan, Yannick. Dus de London No. 1 gin, dat is heel herkenbaar. Je zult het wel gezien hebben in de buisjes ook, dat die er een beetje tussenuit uitspringt tussen alle andere gins, omwille van de kleur. Een licht blauwe schijn, pale turquoise, zoals het officieel heet. In de fles ziet je het nog meer, maar het effect een beetje versterkt wordt. Maar in het buisje ziet je de schijn ook nog, hè. En die blauwe schijn die is eigenlijk afkomstig van gardenia-bloemen. Dus zo geeft ze die blauwe kleur eraan. Maar dat is niet enkel voor de gimmick gedaan. Uiteraard deels wel. Maar het is die toevoeging van die gardenia-bloemen is ook gemaakt voor de smaak, voor de textuur van het gin. Tegenwoordig verschieten we niet meer van een blauwe gin. Je hebt ook... blauwe gins die paars worden als je er van citrussap of zo bij doet. Maar de London No. 1 deed dat echt al heel lang. Lang voor de gin-hype. Als ik me niet vergis, zijn ze in 2005 of 2006 op de markt gekomen. Dus ja, een kleine 10 jaar voor de grote gin-hype eigenlijk. Dus niet puur voor de gimmick gedaan, zoals je tegenwoordig bij heel veel andere gins zie. Echt een kwalitatief product. Zit ook op die 47%, waar dat zowel voor cocktails als voor gin en tonics voor mij echt het meest geweldige alcoholpercentage is. Genoeg, niet te veel. Houdt stevig stand. Meer moet dan niet zijn. Hè? Mm-hmm. Ik weet niet of de mensen al geproefd hebben. We zijn bezig. Ik ben bezig in elk geval. Ik vind, Trouwens ook een gin dat door González Bias gemaakt is. Dus daar hebben we het er juist ook al even over gehad bij de Mom Gin. Die staan vooral bekend voor hun als Spaans wijn- en spiritshuis. Vooral bekend van hun sherry's. En het zal ook verbazen dat de London No. 1 ook een gerijpte gin heeft die op sherryvaten gerijpt is. Dus dat is een heel logische link. Toen de gerijpte gins opkwamen, dat zijn met een cherry cask gin op de markt gekomen zijn. Wat ook een heel leuk product is. Die is niet blauw, hè? Die is zo'n beetje licht, heel lichtbruin van kleur. Dus, Even zelf proeven wat ik zelf proef. Ik heb deze daar straks voor het avondmaal als aperitief als gin tonic gedronken. Dus ik was helemaal al voorbereid op de tasting. Dat was met een gewone Fentimans tonic. En dat werkt perfect. Dus, ja, absoluut. Ik zal het scherm ook al eens even delen. Want er is al wel redelijk wat binnengekomen, heb ik gezien.
Geneverbis, denk ik, dat heel centraal staat. Ja, absoluut. En dat is, heb ik zeker en vast ook. Zowel in de neus als in de smaak. Neus, geneverbis, een klein beetje doet mij denken aan balsamico. Een heel klein beetje. Ja. Qua smaak gebeurt er veel, vind ik, maar het is gebalanceerd wel. Er zit zo van alles in. Er zit een zoetje in, er zit een citrus in. De geneverbes komt er goed uit. Ik heb een beetje zoethout ook. Ik vind het zelf een heel goed idee, dat ik zelf in huis heb, altijd ook. Ja. Maar ik zou durven zeggen dat als je gaat kijken naar een paar van de jeans die we in de line-up gehad hebben, die redelijk uitgesproken of extremer waren van smaken, dit is veel toegankelijker, maar wel complex. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hè. Dus het is iets dat heel veel mensen lekker gaan vinden, maar er zit veel meer in dan dat je op het eerste zicht zou zeggen. If it makes sense. Hè. Dat is eerder klassiek van stijl. Wat zeg je, Dirk? Het is ook redelijk klassiek van stijl. Ja. Ja, klopt. Nou, mooi klassiek. Maar juist daarom werkt het heel goed in een gin en tonic ook. En dat sluit dan ineens aan bij de cocktailpeiling die ik voorzien had. En dat is niet meer of niet minder dan een gin tonic. Daar zijn we. Dan kunnen we afsluiten. Ja. En ik zal ook vertellen waarom. Ten eerste omdat dat echt gewoon een winnende combinatie is met deze gin. En dat winnend, dat mag je letterlijk nemen. Enkele jaar geleden ben ik door Sinoco overigens gevaardigd als jurylid vanuit België in de wedstrijd Best Gin for a Gin and Tonic. Ik denk dat Glenn was die tot bij mij gekomen is, omdat ik... ik heb meegewerkt aan een heel aantal boeken over gin. Ik zal het er even tonen. Dat is een heel stapeltje. Ik wist op voorhand niet dat er zoveel geschreven kon worden over gin. Maar het is ons toch gelukt. Dus ik heb die boeken samen met Manuel Wouters gemaakt. Ik kan zeker niet alle eer op mij nemen, want dat is echt in samenwerking gebeurd. Maar dat was een superleuke tijd. Hè. Als je voor je job honderden jeans moet proeven, dat is niet slecht. Hè. Dus ik denk dat door de boeken Glenn tot bij mij gekomen is om mij af te vaardigen als jurylid van die wedstrijd. Dat vond plaats in Londen. Londen is samen met New York toch wel het mecca van de cocktails. En als het op gin aankomt, dan is Londen echt de hoofdstad, natuurlijk. Dat was echt een grootschalige wedstrijd. Maar in die jury, er zaten barmannen in van de beste bars ter wereld. De Connaught, letterlijk de nummer 1 bar ter wereld in de lijst 50 Best Bars. De beste drankjournalisten zaten erin. Ik voelde mij een klein beetje, waar ben ik beland? Maar heel top, natuurlijk. Hè. En de bedoeling van die wedstrijd was eigenlijk een blind tasting van jeans met tonic. Blind, letterlijk in zwarte glazen. Ze hadden de glazen aangepast, net omdat de London No. 1 een blauwe kleur had. Dat je hem er niet op voorhand zou kunnen uithalen. Dus speciaal voor deze gin een ander kleur glazen. Voor alle jeans uiteraard, want anders zou je hem ook herkennen. Een ander kleur glazen voorzien. En uit die wedstrijd is deze gin als winnaar uitgekomen. Samen met de Tanqueray No. 10. Wat uiteraard ook een heel goede gin is. Ook een beetje gelijkaardig profiel qua klassiek. Dus een gedeelde eerste plaats van deze No. 1. London No. 1 gin. De reden daar is heel eenvoudig. Alles wat je nodig hebt, hè, van een goede gin en tonic. De geneverbes moet erin zitten. Je moet een beetje citrus hebben. Een klein beetje kruidigheid, maar ook voldoende punch. En deze London No. 1 heeft dat allemaal. Dus terechte winnaar, zou ik zeggen. Voor mij ook altijd een beetje speciaal blijven, want het is voor mij de start geweest van andere internationale wedstrijden. Dus deze was voor mij de eerste internationale wedstrijd. Ik had voordien al wat lokale wedstrijden gedaan.
Maar sindsdien heel de wereld mogen rondreizen. Van de jungle van Belize, Mexico City, vaak in Londen, Berlijn, Amsterdam. Het blijft voor mij een speciale herinnering, deze eerste wedstrijd. Ik heb die gin dan ook als een soort trofee op een speciaal plaatsje in mijn huis staan. En nog een tweede flesje voor een gin tonicje te doen. Is dat zo één fles die nooit open gaat en die heel uw leven daar zal staan? Ja, inderdaad. Ja. Super. Ja, dat is tof, zo'n fles. Ja. Maar dat tweede fles voor te drinken mag natuurlijk ook niet mankeren. En de derde en de vierde en de vijfde, Janik. Dus het gaat snel soms, hè, met van die ginflessen. Dus. Super. Zeg, we gaan nog even doorbabbelen, maar ik ga de laatste mentimeter opzetten voor jullie. Het ding daar is dat je de 8 gins die we geproefd hebben gaat zien. En je kan door middel van een sliderje punten geven voor elke gin, tot 12. Hè, zoals op het Euro Song Festival ook gebeurt. Dus je kan elke gin punten geven op 12 van wat jij ervan vond. En dat wordt dan automatisch opgeteld. En straks gaan we dan zien wat jullie dan in totaal als de winnaar van vanavond, of de favoriete gin van vanavond gaan verkozen hebben. Dus als jullie dat even willen doen, dan babbelen we nog een paar minuutjes verder en dan kan ik dat onthullen voor jullie. Dus zeg maar. Ja, ik zal misschien nog een paar tips geven van de gin tonic, terwijl dat iedereen aan het invullen is. Goed plan. Op het hoogtepunt van een gin-hype moest dat allemaal in zo'n Coppa-glas, zo'n groot bol glas zijn, met een hele hoop garnituren bij elke gin, een heel specifieke tonic. Dat is eigenlijk voorbij. We zijn nu voor de gin tonics meer terug naar dat klassieke gin tonics in een highball glas. Of zo'n smal, hoog glasje uit de jaren 80. Ik denk dat we het allemaal wel kunnen inbeelden wat voor glas dat toen was. We zijn daar meer terug naartoe aan het gaan. Mijn ouders dronken daar pisang uit in de jaren 80. Ja, klopt. Die lange, hoge, smalle glaasjes. Hè? Ja. Wat wel belangrijk is, is om voldoende ijs te gebruiken. In de barwereld hebben ze een slogan, ice keeps nice. Er zijn nog heel veel mensen die denken, hoe meer ijs, hoe meer verwatering, maar het is net andersom. Als je meer ijs gaat toevoegen, gaat dat de andere ijsblokjes koel houden en gaat minder verwatering hebben. Dus dat is een goede tip dat ik aan iedereen kan geven, is voldoende ijs gebruiken. Geen rietjes, ten eerste voor het milieu, en ten tweede omdat je ook een stuk van je mond overslaagt. Hè. Als je met een rietje drinkt, gaat dat dieper in je mond. Je mist het tipje van je tong als je door een rietje drinkt. Dus ik gebruik zelf rietjes enkel voor cocktails met crushed ice. Dus verder als er gewoon ijs in zit, altijd zonder rietje voor mij. Bij een gin tonic. Glindringt van de fles, dus dat werkt ook. Ja. En verder, de hele kruidentuin hoeft ook niet meer. Natuurlijk altijd wel leuk om iets van garnituur dat je terugvindt in een gin. Maar dat mag gewoon een simpel schijfje limoen zijn of een schijfje grapefruit. Niet per se een heel speciaal kruid dat je nergens kunt vinden, hoeft zeker niet. Dus het mag terug allemaal een beetje eenvoudiger. Ja, ik zou ook met die garnituur nog altijd... Hey, Dirk heeft het straks in het begin ook al gezegd. Ik doe dat ook altijd zo weinig mogelijk, omdat dat wel... Hey, een schijf citroen neemt heel veel smaak over. Hè. Dus dan moet het eigenlijk al bijna gaan doen, bewust, om meer citroen, meer citrus erin te krijgen of zo. Vind ik persoonlijk. Hè, maar... Ja. En zeker geen... Enfin, misschien bij heel specifieke gins, maar ik heb nooit de botanical of de garnituur komkommer begrepen in een gin en tonic. Terwijl je het zegt, zegt Jean het exact in de chat. Zwijgen van komkommer. Absoluut, hè. Ja. Alright, ik zie dat op dit moment 7 mensen hun stem hebben uitgebracht van de 13 aanwezigen. Ik weet niet, misschien nog een minuutje, of dat de laatsten die het nog niet gedaan hebben nog de kans krijgen. En dan zal ik even delen wat de gemiddelde scores zijn van elke gin. Want dat ding berekent gewoon de gemiddeldes terwijl dat we erbij zitten. Dus voilà. Misschien nog even vragen aan Janik en Dirk wanneer ze hun naam gaan aanpassen naar Ginik en Gin van den Bak. Of is dat nog niet aan de orde?
Of is het bij Dirk misschien rum eerder? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, voilà. Je neemt eigenlijk de woorden uit de mond. Ja, ja, ja. Dirk, zijn er nog, de zomer komt eraan, hè? Dus we gaan de masterclasses gaan even stil liggen. Zijn er nog toekomstplannen op korte termijn? Bij Sinoco? Wat bedoel je dan? Of bij Sinoco? Bij Sinoco, hè? Wat de drankje betreft. Hè? Er zijn terug enkele nieuwe whiskies bijgekomen. En er zijn nog enkele op komst. Ook enkele nieuwe rums uit de Dominicaanse Republiek, onder andere. Mm-hmm. Veel whiskies en bourbons en rice en corn whiskies en wheat whiskies van de States op komst. Waar ik echt wel naar uitkijk. Mensen die Bourbon Town, denk ik dat het was, gevolgd hebben, hebben ze een grote gedeelte van geproefd, zeg maar. Kijk ik echt wel naar uit. Oké, dus er staat wat aan te komen. Jannik, wat staat er voor jou op het programma de komende weken, maanden? Ik kijk er naar uit dat we terug gaan meer mogen reizen. Ik ben iemand dat heel graag op reis gaat, maar echt in functie van spirits of eten, dus noods wil ik ook wel een uitzondering van maken. Maar mijn reizen staan meestal helemaal in teken van nieuwe spirits ontdekken. Ja, jij blijft maar werken, Jannik. Hoe erg voor jou? Ja, poor me. Alright, ik ga even de gemiddelde scores hier delen met jullie, zodat we dat ook meekrijgen. Dat is dit scherm. En die scoren allemaal best wel hoog, moet ik zeggen. De winnaar, tussen aanhalingstekens, als je al een winnaar kan kiezen, zal die Tobermory zijn, die een 10 scoort. Maar de 12 en de Douze en de London No. 1 zitten hem vlak op de hielen. Dus ik denk dat we mogen concluderen, als we deze gemiddelde scores zien, dat we een zeer mooie tasting achter de rug hebben. Een zeer kwalitatieve tasting ook, met heel veel leuke producten. Ik zie dat ook al een beetje in de chat verschijnen, dat de mensen wel tevreden zijn met de sessie. Dus ik ga me daarbij aansluiten, want ik heb zelf ook bijzonder veel bijgeleerd van jullie heren. Ik ga jullie danken voor de sessie, voor de uitleg, voor alles, voor de aanwezigheid. Is er nog één laatste woord, één zin dat jullie kwijt willen aan de mensen? Dirk? Misschien iets nog in verband met de London No. 1. Daar zit er een kleine verandering in de pijplijn. En dat heeft te maken met het alcoholpercentage. Zodat dat nu 47% is, hangt een beetje af van de verkoop uiteraard van de huidige stok. Maar tegen het einde van het jaar naar 43 graden. Oké. Dus als je die 47 nog wil... Ja, is het nu het moment. Is nu het moment, ja. Dat was eigenlijk je boodschap, hè, Dirk. Ja. En als het naar 43 gaat, doen we gewoon een beetje meer in, hè. Voilà, dan doe je iets meer. Voilà. Opgelost. Jannik, wil jij nog een laatste woord kwijt aan onze deelnemers? Geniet ervan, van het mooie weer met veel gin tonics, zou ik zeggen. Ik vind dat een fantastische, correcte afsluiting van een avond als deze. Dus Jannik, Dirk, merci. Sinoco Spirits, Glenn, dank je wel om het weer te organiseren. Wij laten jullie de nacht ingaan en misschien tot de volgende keer, tot donderdag, voor wie erbij is bij de World Whisky Tasting, en anders tot in september of oktober voor een van de volgende sessies. Salukjes! Salukjes!